René van der Gijp, een opvallende persoonlijkheid binnen het Vandaag Inside panel, blijkt uit gegevens van zes-expert Victor Vlam de minste spreektijd te hebben. In een gedetailleerde analyse met behulp van kunstmatige intelligentie heeft Vlam de precieze verdeling van spreektijd onderzocht, waarbij opviel dat Johan Derksen het leeuwendeel opeiste met 30%. Victor Vlam, de bekende mediakenner gespecialiseerd in Vandaag Inside, Deelde zijn bevindingen in de podcast De Communicado's. Hij benadrukte de cruciale rol van Johan Derksen in het programma en wees op het feit dat zijn afwezigheid direct een totaal andere dynamiek veroorzaakt. Derksen blijkt niet alleen een speelfiguur te zijn, maar ook de dominante stem met zijn aanzienlijke spreektijd. Interessant genoeg onthulde Vlam dat René van der Gijp, hoewel hij vaak aanwezig is, veruit het minst aan het woord is. Met veel korte on-eliners en gelach op de achtergrond draagt Van der Gijp weliswaar bij aan de goede sfeer in het programma, maar zijn daadwerkelijke spreektijd valt opmerkelijk laag uit in vergelijking met de andere panelleden. Betekent de beperkte spreektijd van René dat hij minder cruciaal is voor het programma? Volgens Victor Vlam is dit niet het geval. Ondanks zijn beperkte verbale bijdrage benadrukt Vlam het belang van Van der Gijp voor de algehele dynamiek. Zijn lach, vooral nadat hij zelf een grap heeft gemaakt, draagt bij aan de positieve sfeer in het programma. Dus, hoewel zijn gespreksbijdrage statistisch gezien lager is, blijft zijn rol van onschatbare waarde voor Vandaag Insight. De data-analyse benadrukt niet alleen de individuele bijdrage van de sprekers, maar werpt ook licht op de dynamiek en afhankelijkheid van elk lid binnen het Vandaag Insight-panel. Johan Derksen mag dan wel de meeste spreektijd opeisen. De unieke elementen die René van der Gijp toevoegt, zoals zijn kenmerkende lach en korte, krachtige opmerkingen, dragen bij aan het algehele succes van het programma.